Dit je open kampioen. En een eerlijst waar je niet overheen kan kijken. We zijn natuurlijk al jaren mee aan de top. En ook hier op de Dutch Open altijd succesvol. En ook dit keer weer in de finale. En ja, vond dat overigens niet. Really loves this Dutch Open stage. She is last year's runner-up. En deze dame vond het wel. Herkansing dus voor Lorraine Farlem. Vorig jaar finaliste, verloor ze van Julie Goy. In deze best ontwegen. And you're a free, Mr. Nick Rolls. Dames en heren, worden gespeeld over een best of 9 legs. 5-0-1. Tina Gulliver. Inmiddels bijna 2 jaar getrouwd. Gelukkig getrouwd met Sue Gulliver, haar levenspartner. Staat gelukkig in het leven, voelt zich goed. En wat wil je nog meer? Lorraine Farlem. Levensgezel van Dean Winstanley. De man die op het PDC-kampioenschap een 39 gooide tegen onze Vincent van der Voort. De partij weliswaar verloren, maar dat... Kon hem op dat moment een zorg zijn. Hij vond het geweldig. Hele gezellige vent is hier ook. Om Lorraine aan te moedigen in haar finale tegen Tina Gulliver. Tina Gulliver op dit moment nummer 4 op de Thank video ranking. Thank you ladies and gentlemen. First leg, it's Trina to throw first. Lorraine Farlem is nummer 16. Dus er zit wat verschil tussen beiden, maar dat zegt niks. We gaan kijken wat deze wedstrijd gaat brengen. 60. Eerste beurt van Trina is 60.45. Nou, voorlopig houden de dames elkaar nog even in evenwicht wat de scores betreft. Zoals ik net al zei, op de BDO-ranking Trina op dit moment nummer 4. En Lorraine Farlem op dit moment nummer 16. Maar goed, dat zegt niet zo heel veel. 85. 10 kwam in de finale door winst op Mandy Verhofstadt. 41. Vervolgens versloeg zij Anastasia Dobromyslova, de regerend Lakeside-kampioen 2013. Daarna moest Dita Hedman eraan geloven met 4-3. Dat op zich al een finale waarde. Dus het was niet makkelijk voor de 140. Voor Trina die een 140 noteert om in de finale te komen. Lorraine Farlem had het wat dat betreft misschien op papier wat makkelijker, maar... Dat zegt ook heel weinig. Ze won van Sherlock Fallon. Verzoek volgens de partner van Trina, Sue Gulliver, met 3-1. Om daarna Eileen de Graaf uit Nederland met 4-3 het nakijken te geven. Dus Eileen gestrand in de halve finale. Prima prestatie alsnog. En nu dan deze finale tegen Trina. 39. Die inmiddels op een mogelijke finish is aangeland. En Lorraine nog niet. Staat op 310. Dus heeft wat puntjes nodig. 100 is dan Trini, maar een goed begin. Trini, you require 132. Trini van 132. Nou, diverse mogelijkheden. Ze kijkt even waar Lorraine op staat. Dus waarschijnlijk gaat ze voor de triple 20. Anders zou ze voor de pool gaan. En wederom wordt die commentator tegengesproken. Want Trini gaat wel voor de pool. Triple 19. 88 over. 64. Lorraine Farlem, als gezegd, nog niet op een finish, 210, dus zal wel proberen om wat druk te zetten op die 68 van Trina. 60. Trini requires 68. 68, triple 20, dubbel 4.
48 over. 16 voor dubbel 16. Game short and the first leg. Trina Gulliver. Keurige finish van Trina Second Gulliver. Leg, it's Lorraine to throw first. 1-0 de voorsprong. Game on. Zoals u ziet, best of 9. Dus wie het eerst bij de 5 legs is, heeft gewonnen. 100. De Dutch Open kampioen 2013. Kampioene 2013, sorry. Nou, in ieder geval is Farlem deze lek beter begonnen dan zijn vorige. Haar eigen lek en heeft een voorsprong. Maar dat weet je bij Trina nooit, want die toverde net zo makkelijk wat trippels uit. 180! Haar eerste van de wedstrijd. Farnham blijft goed scoren. 30. Ja, dat is nou een score die Gulliver niet wilde. Farnham finish. Kijk hoe Gulliver hem wegzet. In ieder geval geen goed begin. 198. Dus dat is beter. 95. Ja, laat 118 staan. Oké, dus... Lorraine, you require 141. De nodige druk op Farnham. Om hier wat moois van te maken. 60. Tot en met 60. Trini, you require 118. Ja, en Gulliver kan dat absoluut uitgooien. Begin met een 4 zet te zien. Ja, dat is... nee. 12. Ja, dat was... Lorraine, you require 81. Wat Gulliver zich wenste, 81. Triple 19 of triple 15? 15 gegooid, dus nu 16 voor Bullseye. 1 pijl Bullseye. Lorraine Farlem. 40. Net aan de buitenkant. Trini, you require 106. Oké, triple 18 nu voor dubbel 16. 1 verkeerde hoekje. Dat is jammer, 83 euro. We kunnen hem alleen nog maar wegzetten. Probeert een triple 17, neem ik aan. 40. En ook dat gaat even niet, dus Lorraine, Farlem. You require 41. 41. 9 dubbel 16. Brummen een 12. Vraagt even aan de scheidsrechter wat er over is. 29 bevestigd. Ook de cameraman is even kwijt. Ze gooit een tweede 12. No score. En dat, nee, dat lijkt even... Trini, you require 66. Met alle respect nergens op. Gulliver dan op 66. 10 gegooid, 56, 16 voor tops. 1 pijl, dubbel 20. Tina Gulliver. 26. Dit erboven. Lorraine, you require 41. Oké, herkans ik op 41. En dan nu wel een 9. Of een triple 1, dat mag natuurlijk ook. En dan een dubbel 19. 25. Nee, het lukt Farlem even niet. Trini, om, dat hij wat zich voor ogen heeft. Dubbel 20 voor Gulliver. 40. Game short and the second leg. De tweede voorsprong voor Trina Gulliver. Third leg, it's Trina to throw first. Game on. Nee, Farlem even niet lekker in de vel. Staat ook haar zonden te overpeinzen. Ja, de Gulliver trekt zich daar helemaal niets van aan. 125. Aan.
De dames spelen overigens voor een zeker aantrekkelijk prijzend geld. De winnares van deze editie gaat met €2250 naar huis. En de verliezend finalist krijgt nog altijd €1250. 100. Dus dat is zeker interessant. Het toernooi is begonnen met 273 dames. Waarvan deze twee dus zijn overgebleven. 60. Dat publiek zich maar even met andere dingen bezig houdt als met de wedstrijd. Goede laatste pijl van Trina. Laat daarmee een finish staan. En Farlem een straatlengte achter. Nou, die gaat daar nu wat aan doen. 140. Score van 140 is goed. Ik denk een beetje te laat in deze leg. 138 is een hoge finish. Farlem dan, vanaf rond 235. Nou, laten we in ieder geval een finish staan. 145. Gulliver op 80. Nou, top is wat erg overdreven. Dus ik neem aan triple 20, dubbel 10. Enkele 20 nu voor tops. 1 pijl, Gulliver. Dubbel 20. Leg toch even aan. 40. Zit er net boven. Lorraine, you require 145. Nou, als Farlem nu wat wil, dan zouden ze dat nu toch moeten doen. Met een triple 20, triple 15 en een tops, maar we zitten niet in. Nu nog 80 over. 125. Laat 20 staan, dus is wel druk op. Trini require 40. Gulliver onder druk voor die dubbel 20. Zit er ver boven. Game shot en de third leg. En als die er dan prima in zit, maakt het verder helemaal niet meer uit. Een 3-0 voorsprong, comfortabel voor Trini Gulliver. Fourth leg is Lorraine to throw first. Game on. Laten we eens kijken hoe de dames dat verder gaan voortzetten. 100. Farlem begint goed met een score van 100. Als ze om iets willen in deze wedstrijd, zal ze het nu moeten gaan doen. 60. Kullen gaf even niet mee, dus Farlem dit vasthoudt. Kan ze het tij misschien nog keren in deze wedstrijd? Het is best of 9, dus 100. We hebben nog even. Nu twee keer 100 achter elkaar, dat is goed. 17. Allebei de dames, allebei hun halve finale met 4-3 gewonnen, dus met de kleinst mogelijke winst. 28. 30. Laatste keer dat Trina Gulliver de Dutch Open won was in 2011. Dus als de traditie zich zo voortzet, dan lijkt het dat de oneven jaren voor Gulliver zijn, want ze deden hetzelfde in 2009, in 2007 en daarna is het eigenlijk 1999, was hem ook nog een keer, ook een oneven jaar. Dus Tina heeft wat met oneven jaren. 125. Degene met de meeste Dutch Open titels achter de naam bij de dames is nog altijd onze eigen Francis Hoenselaar. Heeft wel liefst 7 keer het single toernooi gewonnen. Het koppeltoernooi zelfs een keer of, ik denk 12. Als er geen 13 zijn, dus. Daar komt Gulliver nog niet aan. Maar 85. Uiteraard wel een speler van wereldformaat al jaren. Jarenlang nummer 1 van de wereld geweest.
af en toe een beetje stuiver wisselen met Francis Hoenselaar, maar altijd aan de top. 138. Terwijl Farnham hem erg goed wegzet. Laat 16 staan, Gulliver niet op een finish. Lorraine gaat aanleggen voor de eerste lek in deze partij, de vierde lek. Dubbel 8. Nog één pijl, dubbel 8, Lorraine Farnham. Game shot, en de fourth leg, Lorraine Farnham. Oké, je ziet hiermee je tij gekeerd. Fifth leg is Trina to throw first, game on. One hundred. Forty-one. 85. 99. Deze lekker is een beetje stuivertje wisselen wat de scores betreft. Maar Farnham zit toch wel wat beter in de wedstrijd. Getuigen ook deze score. 85. Als je laatste pijl was slordig, maar goed. Elke keer toch weer een triple erbij. En de voorsprong is er. In de lek die Gulliver begonnen is. 43. Gulliver had een klein beetje liggen met de scores. Dus nu de voorsprong en de beurt aan Farnham. En begint goed. Volgt dat prima op. 140. 140 is een goede score. Legt nu toch wat druk neer bij Gulliver. Die minimaal hetzelfde nodig heeft vanaf 237 om in het spoor te blijven bij Farnham. Eerste drie legs waren duidelijk voor Gulliver, maar Farnham is aan het terugkomen. Is goed voor de wedstrijd. 42. Lorraine, you require 91. 91. Enkele boel, 16 voor dubbele boel. 66. Ja, ze hoefden niet voor die boel te gaan, want Gulliver stond nog niet op een finish. Maar ze deed het toch en laat nu 25 over. Met Gulliver op 195. 45. En had er ook niet veel vanaf. Lorraine, you require 25. Ziet een beetje aan de lichaamstaal van Gulliver dat het niet helemaal naar wens gaat. Farnham gaat door, dubbel 8. Game shot, and the fifth leg. Lorraine Farnham. Daarmee de break en daarmee 3-2. Ja, Farnham is aan het terugkomen. Sixth leg, it's Lorraine to throw first. Game on. 100. 60. 100. Ja, Farnham met de zachte pakken. Absoluut. Hij heeft zelfvertrouwen gekregen door die break van zojuist. 3-2 is veel gezelliger dan 3-0 natuurlijk. Als je achter staat. 41. En Gulliver zal toch een beetje de wedstrijd in moeten vreten om tot een goed resultaat te gaan komen.
140. Eighty-five. Lorraine, you require 161. 60. Ook nu weer een grote voorsprong voor Farlem in weliswaar eigen lek. 315 voor Gulliver, kan er dus helemaal niks aan doen. 47. En de kans is Lorraine, groot dat Farlem dadelijk 3-3 gaat maken en de partij weer helemaal recht trekt. 81 over. 65. Ja, het kamerwerk klopt niet helemaal. In ieder geval vanaf 81, triple 15 voor dubbel 18. Die dubbel 18 ging er net buiten. 140. Gulliver van nog een klein risico, maar moest ook wel. Farnham op dubbel 18. Maar nu 4. Game shot en de sixth leg. Lorraine Farnham. Daarom is de stand helemaal gelijk. Seventh leg, it's Trina to throw first. Game on. De zevende leg aan Trina, dus we hebben nog 3 legs te gaan. Vanaf nu is het een hele simpele beste 3. En wie dat wint is Dutch Open kampioen van 2013. Dat zal Gulliver niet lekker zitten. 3-0 voorstaan en dan Farnham helemaal terug laten komen tot 3-3. Je kan natuurlijk altijd afvragen aan wie ligt dat. Ligt het dan aan degene die dan voor staat minder gaat gooien? Of degene die achter staat dat hij juist beter gaat gooien? Ik denk dat het een combinatie van die twee is. 43. Fifty-five. 100. Ja, de zoveelste 100 van Farnham, die blijkt toch erg constant. En ook nu weer een lichte voorsprong. En de druk blijft maar bij Gulliver. Dat wordt op een gegeven moment wordt dat lood aan lood zwaai. 83. De pijlen waar Gulliver mee gooit zijn volgens mij 23 gram. En die voelen er waarschijnlijk nu aan als 93 gram. Want Farnham legt de druk er voortdurend 60. Op. 60. Een goede laatste spel van Gulliver, maar laat alleen geen finish staan met 159. En Farnham, eerste triple zit er alweer in. Maar als tegenstander zijn ze dat om moeilijk van te worden. 100. Farnham is erg regelmatig met haar 100. 100. En Gulliver maakt hier ook weer een beetje een potje van. 25. Lorraine, you require 138. 55. Kijk even opzij van het scoren. Trina, van Gulliver. You require 134. 134, een hoge finish. Maar wel noodzakelijk. Het begin is goed. 74 over. Wat ga je doen? Triple 14 of triple 18? Triple 14 gegooid, 1 pijl, dubbel 16, Trina Gulliver. Voor de 102. Zit er net buiten, dat is jammer. Lorraine, you require 83. Lorraine Farnham op 83. Triple 17. 16 voor Bullseye. 1 pijl, Bullseye. Lorraine Farnham. 43. Laat hem maar wel 40 staan. Trina, you require 32. Ik kan me niet voorstellen dat de bedoeling was om hem weg te zetten. Dus Trina nu op dubbel 16. 3 darts.
Twee Duits voor dubbel 8. Game short on the seventh leg. Spannend. Trina Gulliver. Terug bij Gulliver. Eighth leg. It's Lorraine to throw first. Game on. We gaan naar de achtste leg. Lorraine Farlem. Sixty. We hebben een 60. Kijken wat Gulliver er tegenover zet. We zijn toch in een spannende fase. Dat kan als Gulliver in midden zit de laatste leg. En als Farlem in midden zit de ene laatste leg. $140. Ja, het begin is goed van Gulliver. En daarmee komt toch dan weer de klasse van haar naar boven. $123. Het antwoord is duidelijk van Farlem. Je bent al niet van me af, zegt ze. $140. Ja, tweede 140 van Gulliver. Die maakt er wat moois van. Farlem doet mee hoor. $100. Farlem doet goed mee, behoudt de voorsprong. Lek die ze zelf begonnen is. Lorraine. Tina Gulliver vanaf 221. Zes Duits gegooid. $95. Ja, 126 over naar 9 Duits. Dat is gewoon prima te noemen natuurlijk. Farlem met een slipper. Die gaat hoog in de 5. Gaat nu even nadenken. Van, wat moet ik nu doen? 193 over. Dus. $44. Ja, probeer dit Trina Yerquire, 126. Nou, als Trina deze uitkomt, is het een 12 Duitser en de winst in de Dutch Open finale. We gaan het meemaken. Triple 19 nodig. Nee, dat dan niet. 88 over. Vraag dan Nick Rawls wat er over is. Die bevestigt 88. Dus dat gaan we doen. 98. Gulliver laat 28 staan. Farlem niet op finish. 174. Wil daar wel druk op zetten natuurlijk. 40. Ja, dat lukt niet. Jammer, de comeback was goed. 28. Drie Duits voor Trina Gulliver. En de titel. Dubbel 14. Praat er zelf moed in. Game. En gooit hem erin. Shot. And the 2013 Dutch Open Darts Ladies Champion. Trina Gulliver. Ja, goede partij hoor, van Gulliver. Farlem kwam prima terug. 3-0 achter. 3-3. Gulliver schakelde een tandje hoog. En vooral de laatste leg was van wereldniveau. Vanuit de winst en de kampioene van 2013, Trina Gulliver. Als gezegd, oneven jaren, pas haar erg goed. Lorraine Farlem. And now, 5 times Dutch Open champion, Trina Gulliver.